Welkom in de burgemeesterskamer van 's-Hertogenbosch. De burgemeesterskamer. Het is de enige kamer van het hele stadhuis die altijd burgemeesterskamer is geweest, die nooit van functie is veranderd. En wat is het eervol voor mij om hier elke dag te mogen werken. En ik werk hier vanaf oktober 2017. Eervol omdat je in een historische context werkt, een historische omgeving. Er hangen 4 schilderijen van Van Tulle in deze kamer. Van Tulle, een bossenaar en gewerkt in het atelier van Rubens. Een beroemde bossenaar dus eigenlijk. En hij heeft zijn schilderkunst ook wel gebruikt om een soort boodschap aan ons door te geven. Als je nou kijkt naar het schilderij van vrouw Justitia die op een sokkel zit met het wapen van 's-Hertogenbosch. En u ziet een aantal maagden die de wapens en de gebieden van een aantal Brabantse delen aanbieden aan vrouw Justitia. Met welke bedoeling? Laten zien dat ze graag wilde dat een 's-Hertogenbosch rechtgesproken zou worden over de Brabander. Of dit schilderij van Van Tulle over Brabant. En we hebben een verantwoordelijkheid als hoofdstad van deze mooie provincie. De dame op de troon moet voorstellen de Staten-Generaal. En het ging over Nederland met de 7 provinciën. En Brabant wilde daar graag als 8e aansluiten. En dat is geweigerd. Zou Van Tulle hebben willen zeggen toen: Brabant, let op uw zaak? Hij heeft dat wel op een bepaalde manier goed gedaan. De Amor met de 7 pijlen, die eigenlijk de 7 provinciën voorstellen. En die ene pijl die een beetje dwars staat. En dat is de pijl van Brabant. En het is onze taak om ook vanuit deze kamer de toekomst van 's-Hertogenbosch en Brabant verder vorm te geven.